Dag, welkom bij Spakenburg Nu. Wat hebben wij vandaag voor u? Seniorweb. Afscheid Martin Elbertsen. Test waterkering. Moedige moeders. Zorgmanager Martin Elbertsen heeft jarenlang met heel veel liefde en plezier in de zorg gewerkt in Zorg- en Wooncentrum De Haven. Hij gaat nu genieten van zijn pensioen. Donderdag werd daarbij stilgestaan tijdens een feestelijke receptie. En het was in de beleeftuin. Dank je, beste Martin, voor alle dingen. Dank dat je ons zorg opbrengt. Als je met Bosjetje, dat is jouw zoveel gedaan. Jij maakt een Martin Elbertsen, je hebt een geweldige dag, merk ik, hè? Maar ik kijk even terug naar 9 jaar De Haven. Hoe kijk jij terug? Nou, ik ben in De Haven gekomen toen er net overgegaan was naar verpleeghuiszorg. En ik heb hier alle kansen gehad om die verpleeghuiszorg op een hoog niveau te brengen. En dat heb ik met alle medewerkers mogen doen. En daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. En als ik dan om mij heen kijk naar die mooie gebouwen en al die doelgroepen die we tegenwoordig hebben. En dat we eigenlijk hier in Bunschoten-Spakenburg topzorg verlenen. Dan kan ik met een gerust hart afscheid gaan nemen en het overlaten aan mijn opvolgers. Ben je ook dankbaar? Daar ben ik zeer dankbaar voor. Wat is nou het grote verschil toen je kwam en nu? Nou, dat we zo geprofessionaliseerd zijn. Eigenlijk toen ik kwam was het een verzorgingshuisje, zeg maar. De mensen hier in Spakenburg die zeggen dan het bejaardenhuis nog. Maar het is een echt verpleeghuis geworden. Met net wat ik zeg, met hoogwaardige verpleeghuiszorg. En tot en met terminale zorg? Alles, van begin tot eind. Voor alle zeg maar senioren in Bunschoten, Spakenburg willen we er zijn. En ja, dat was ook een beetje mijn ambitie en dat is gelukt. Er zijn wel leuke dingen gebeurd, hè, vandaag. Ja. Want je gaat je tijd besteden aan het BABS. Ja, dan zijn we collega's, Emmy. Ja, we zijn collega's. Maar goed, ja. Het gaat over jou. Ja. Hoe vond je wat ze deden? Ja, ik vond het heel erg leuk. Het was een totale verrassing. Ze hebben zelfs een complot met mijn vrouw gezeten door mijn toga te ontvreemden thuis. En nou, het was natuurlijk bijzonder, want ik moest een speech voorlezen die ik normaal zelf maak en die ik nu voor het eerst zag. Mijn naam is Martin Elbertsen. En het is voor mij een grote eer om als BABS jullie in de echt te mogen verbinden. Weten jullie wat dat is, bruidsparen? Nee. Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stad. Als BABS dus wil ik een klein, doch persoonlijk woord tot u richten. En als ik zeg persoonlijk, dan bedoel ik ook persoonlijk. En ik heb mijn best gedaan om het echt goed te doen. En ik vond het heel erg leuk wat ze hebben gedaan. Het past ook bij mij. En ik hou van een geintje en van gezelligheid. Dus dit is mooi om op terug te kijken. Nou ja, lekker thuis nu, lekker leuke dingen doen. Zeker. We wensen je nog een heel mooie tijd. Ja, dankjewel hoor. Dank je beste Martin. Ook zorgmedewerker kwaliteit Riek de Wilde gaat dezelfde stap maken en genieten van rust. Ik sprak ook met haar. Riek de Wilde, jij hebt afscheid genomen. Hoe voelt dat? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb bijna of ruim een jaar thuis gewerkt. Heel veel thuis gewerkt, omdat dat ook het advies was. En mijn werk liet ook toe dat ik thuis kon werken. Dus ik was al wel een beetje ontworteld. Ja? En ook mijn kantoorruimte is helemaal verbouwd. Ik had een 2-persoonskantoor en dat werd een heel groot kantoor met heel veel mensen. Ja, nou ja, ik zei al, ik ben een beetje doof en dat is heel lastig. Dan kan je eigenlijk niet zo'n grote ruimte. Dus ik ben gewoon thuis blijven werken. Dus dat maakte wel
dat ik al een beetje afstand had genomen. Dus het is nu een heel klein stapje om lekker thuis. Ja, heb je leuke hobby's? Oh ja, ik heb heel veel hobby's. Nou, zo, ja, ik kan het nou niet meer zien. Bier drinken is er één van. Maar dat houdt me niet de hele dag bezig. Ja, dat is een hele leuke hobby. Verder houden we heel veel van reizen. Ik hou van tuinen. Ik ben weer bezig met naaien. Heb ik weer opgepakt. Ik ben nog vrijwilliger van het Alzheimer Café. En ik wil wel ook wel wat vrijwilligerswerk gaan doen. Komt altijd. Dus ja, en ik heb kleinkinderen natuurlijk. Dus genoeg leuke dingen te doen. Ik weet jij dat jij een beetje de moeder van de zorg werd genoemd? Ja, kennelijk wel. Dat heb ik nooit zo... Dat gaat gewoon zo. En als je er nu de ander op hoort van... Ja, je hebt ons opgevoed of je had altijd een luisterend oor. Je was er altijd. En dan denk ik... Ja, waarschijnlijk is dat wel zo geweest. Maar zo ben ik, denk ik dan. En daar hoef je niet speciaal voor in te spannen. Laat ik het zo zeggen. Heb je mooi werk aan gedaan. Ja, en ik heb altijd gezegd als mijn meiden... Ik noemde altijd mijn team, maar toen werkten er ook nog geen jongens. Mijn meiden, als die het naar de zin hebben... en de goede roosters en de goede spullen hebben... dan hebben de bewoners het goed. Want dat kan niet anders. Zo werkt het volgens mij. Zo is het leven. Ja, zo simpel is het volgens mij. Nou, ik wens je nog heel mooie jaren. Ja, dankjewel. En geniet ervan. Ja, merci. Het was lang stil rondom de moedige moeders. Vooral vanwege COVID-19 konden ze niet samenkomen, maar helaas gold die stilte niet voor verslaafden. Hun problemen zijn er zeker nog volop. Binnenkort zal er voor de eerste keer weer een bijeenkomst zijn. Ik zocht de dames op. Geke en Tini, twee moedige moeders. Jullie zijn er weer, jullie beginnen weer, maar ik ga jou eerst een vraag stellen, Tini. Jij bent de eerste moedige moeder. En dat is nu al jaren geleden. Hoe voelt dat? Ja, na 16, 17 jaar, ik denk 18. Zo lang 18 al. Jaar al. Ik krijg net een seintje. Ja, ben ik eigenlijk met Geertje Zwaan en ik zelf begonnen. Maar ja, ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik in die studio stond. Dat ik mijn verhaal ging doen. En dat ik vroeg of er ouders waren die met mij mee wilden denken, die ook een verslaafd kind hadden. Ik stond daar te trillen, maar wat een reacties hebben we toen gehad. En je voelt je eigenlijk zo lekker in je vel dan daarna. En zoveel telefoontjes gehad. En ja, ondanks dat het een heel zwaar onderwerp is eigenlijk, want geen één wil dat zijn kind verslaafd is. Ben ik er trots op dat ik het nog mag en kan doen. Super. Ja. Geke, jij bent er ietsje later bijgekomen. Ja. Gelukkig gaan we na corona weer beginnen. Gelukkig wat wel, kunnen de moedige moeders betekenen voor mensen? Een luisterend oor. En wij krijgen natuurlijk telefoontjes van mensen die vermoeden dat hun kinderen het een en ander gebruiken. Dus ze bellen ons dan op en wij gaan er dan vaak dezelfde avond nog naartoe. En dan horen we door de verhalen heen, soms ook met de jongeren erbij. En dan komt de toch eruit. En ja, soms zijn de jongeren dan ook heel blij dat ze het toch opengooien. Hè? En dat ze hulp willen. En ook die ouders zijn er erg mee geholpen. Ja, ja, en wat kunnen jullie betekenen? Werken jullie bijvoorbeeld samen met Waypoint? Als bijvoorbeeld jongeren terugkomen uit een afkikcentrum en ze willen dan naar ergens naartoe, hè, om te werken of bezig te zijn voor afleiding, dan sturen we vaak hun naar Waypoint, mits ze dat willen natuurlijk, maar dat wordt wel genoemd bij ons, ja, zeker. Je zegt een luisterend oor, ja. Dat is wel heel snel gezegd, ja, hoe gaat dat? Zijn er groepen mensen en hoe werkt dat dan? Ja, wij hebben natuurlijk de avonden, hè, van de moedige moeders, waar dan hopelijk de mensen ook naartoe willen. Want dat, word je toch echt gehoord en ook geholpen. Hè, door dat je leert van elkaar. De ene doet het zus en de andere doet het zo. De ene heeft een kind of een man of een vrouw wat opgenomen moet worden.
En hoe je dan ermee omgaat als ze terugkomen, dat is allemaal heel belangrijk. Ja. Want niet alleen degene waar het om draait is verslaafd, maar uiteindelijk zijn wij als gezin eigenlijk verslaafd aan de verslaafde. Ja, dat is mooi gezegd. Tini, als je nou zo met elkaar bent en je hoort die verhalen aan, wat betekent die herkenning en erkenning voor de mensen? Ja, heel veel. Vaak komen mensen op zo'n avond en dan zeggen ze voordat die avond begint, Tini, maar ik ga niks vertellen hoor. En zeg ik, dat hoeft ook niet. Maar ik weet in mijn hart al dat ze toch wel iets ervan vertellen. En meestal komt het verhaal dan weer los. En dan vragen wij na afloop, hoe vond je het dat je hier nu was voor de eerste keer? En je blijft in de anonimiteit, want dat is, wil ik wel even zeggen. En ieder die bij de moedige moeders komt, of een telefoontje pleegt, of waar wij naartoe gaan, alles blijft in de anonimiteit. Dus dat is heel belangrijk voor mensen, ook voor mijzelf, maar ook voor andere ouders. Hè? Want het is nogal wat dat je kind verslaafd wordt. Maar goed, als ik dan vraag aan iemand die op zo'n avond geweest is, of gewoon voor informatie, en of iemand die toch een kind heeft wat wel verslaafd is, wat wij zeggen, nou, wat zijn de symptomen en hoe doet dat kind? En ja, ze zeggen, ja, je krijgt een warme deken om je heen. Je voelt je zo één. Eindelijk krijg ik erkenning. En dat is eigenlijk het fijnste wat de ouders vinden. Want vaak lopen ze de jaren mee. Ja. Kijk, wij zeggen wel van ja, als je merkt dat je kind verandert, het hoeft niet altijd met een verslaving te maken hebben. Maar ja, omdat het toch meestal pubers zijn, pubertijd, en een jaar of 15, ja. Hè? Nieuwe vrienden ontmoeten, maar ja, dan... Dan, en je bemerkt wat, zeggen we tegen de ouders, bel dan meteen op. Of kom een foldertje halen, of kom een test, want wij verkopen ook testen. En vaak wordt het wel gedaan, maar te vaak weer niet. En dan, meestal bellen ouders op als het eigenlijk al te ver is. Ja. Te ver, te laat. Ah, te laat misschien niet, want we hebben ook mooie verhalen gehoord, hè. Geke, dat wil ik nog even aan jou vragen. We gaan weer beginnen. Vertel daar eens alles over. Wanneer, hoe, waar? We gaan weer beginnen op maandagavond 4 oktober om 19:30 in het Denksportcentrum aan Passant aan de Vaartweg. En daar zitten we eigenlijk al jaren. Mensen weten dat ook vaak al, hè, van horen zeggen, van kranten, de lokale omroepen. Hè, dat is, wordt vaak gepubliceerd voor ons in de krant. En dan, hopelijk komen ze dan weer. Want ja, het is natuurlijk nu alweer 1,5 jaar geleden dat we de laatste Moedige Moedersavond gehad hebben. En ik benadruk ook, we heten de Moedige Moeders, maar ook Moedige Vaders zijn van harte welkom. He, het wordt vaak niet genoemd, maar vaak zijn er ook mannen aanwezig. Maar omdat wij Moedige Moeders heten, blijven ook vaak mannen achterwege, omdat ze denken dat het alleen voor moeders is, maar dat is niet zo. Ze zijn welkom. Van harte welkom. Doe even een oproep aan de mensen, he, dat ze echt kunnen komen en dat wat Tini ook zegt, tussen die vier muren blijft alles. En je voelt je alsof er een warme deken over je gespreid wordt. Zeker. Roep ze even op. Ja, ik hoop echt dat jullie durven te komen. Dat je de stap durft te zetten. Ik heb er ook ooit voor gestaan. En ik ben altijd heel blij dat ik gegaan ben. Het heeft ook zijn vruchten afgeworpen. En ik kan niet anders zeggen. Ik hoop dat jullie echt de stap durven nemen. Dank jullie wel. Woensdagmorgen werden er vele mannen in gele jassen gesignaleerd aan de Nieuwe Haven en de Kerkemaat. Wat bleek? De flexibele waterkering werd getest. Peter Bonen, beleidsmedewerker, vertelt er alles over. Peter Bonen, er wordt hier gewerkt aan de waterkering. Wat is precies uw taak daarbij? Ik ben beleidsmedewerker voor de waterkeringen bij Waterschap Vallei en Veluwe.
Dus wat wij doen is het in stand houden van de dijken. En een onderdeel van het in stand houden van de dijken is ook het testen en inspecteren. Dus wat er nu gebeurt is een jaarlijkse test van deze constructie. Omdat het geen dijk is zoals we gewend zijn, een grasdijk of een groene dijk. Maar het is een waterkering die onder dagelijkse omstandigheden gewoon in de grond zit. Niet zichtbaar is of nauwelijks zichtbaar is. En bij hoogwater uit de grond komt en zijn functie gaat vervullen. Ja, en u bent hem aan het controleren nu. Klopt. Waar controleert u precies op? Nou, waar we op letten is natuurlijk aan de ene kant dat hij het doet. Dat is een heel belangrijk aspect. Hij is omhoog gekomen, hè? Hij is omhoog gekomen, dus hij doet het. Wat hij moet doen, doet hij. Dit moet normaal gebeuren bij iets wat heel bijzonder uitzonderlijk is. Een superstorm uit het noordwesten, windkracht 11 of meer. Dat is eigenlijk de enige omstandigheid waaronder hier water kan komen te staan. Ja. Dus dat gebeurt zo zelden dat we eigenlijk zeker moeten weten dat die onder die omstandigheden ook uit de grond komt en zijn functie gaat vervullen. En daarom testen we eens per jaar testen we een deel van deze waterkering. Dan weten we zeker dat die het doet. En tegelijkertijd doen we een technische inspectie waarbij we letten op gebreken, kleine schades aan de dijk of aan de constructie eigenlijk. Zodat we met ons onderhoud daar rekening mee kunnen houden. Ja, u zegt het zou bijna niet voor kunnen komen. Het is hier ooit voorgekomen, hè? En we zien tegenwoordig allerlei dingen die we nooit verwachten. Ja. Is de kans niet groter geworden? Ja, dat is heel moeilijk om daar nu al uitspraken over te doen. We dachten ook dat er geen zeer hoog water op de IJssel op kon treden of op de Rijn op kon treden of op de Maas in de zomer. Dat blijkt zeer zeker wel te kunnen. Dat hebben we van de zomer gezien. Dat was ook heel uitzonderlijk. Ja. Het klimaat lijkt dus echt aan het veranderen. En wat de effecten daar precies van zijn. Ja, ik ben geen klimaatwetenschapper, dus dat durf ik niet te voorspellen. Waar wij vanuit moeten gaan is gewoon een superstorm uit die noordwestelijke richting. En in Lelystad zit het watermanagementcentrum. Die voorspellen dit soort waterstanden en stormen. Als die ons een seintje geven, dan komen wij in actie. Dan hebben we hier gelukkig een mooi systeem waar we heel weinig aan hoeven doen. Want dat gaat min of meer vanzelf gaat dat in werking. Hoe bijzonder is dit systeem? Is vrij bijzonder. Er zijn kleine stukjes van deze constructie in Engeland. In andere delen van de wereld. Onder andere Vietnam wordt gekeken naar dit systeem. Dus er zijn meerdere mensen die zwaar interesse hebben in wat hier ligt. Dat is dus behoorlijk uitzonderlijk. Zeker een systeem van deze lengte. Want er liggen dus zoals gezegd kleine stukjes, vaak in een ingang van een parkeerkelder of langs een rivier een klein stuk waar die hoogte niet was. Maar hier in Spakenburg hebben we in drie delen hebben we ruim 300 meter liggen. Nou, dat was totdat dit gebouwd werd in 2017, bestond dat niet. Nou ja, u kijkt trots en terecht. Zeker, daar ben ik ook wel een beetje, want het doet wat het moet doen. Dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Zaterdag stond er een kraam aan de haven tegenover de bibliotheek. Daar kon men alles te weten komen over de mogelijkheden die er in de bibliotheek zijn. Eén daarvan is het seniorweb. Walter Schaap vertelt erover. Walter Schaap, jij staat hier dan wel bij de kraam van laaggeletterdheid, maar het is het seniorweb. Wat houdt het in? Ja, dat klopt. Seniorweb is een organisatie in Nederland waar je lid van kan worden. Voor 35 euro per jaar. En dan krijg je persoonlijk computerhulp via de telefoon. Je kunt online computerlessen volgen. Je kunt computerlessen in de buurt volgen. Dat geven we dan hier in de bibliotheek. Binnenkort gaan we weer starten met een nieuwe groep op maandagmorgen. Soms zeggen ze wel eens op maandagmorgen, dan moeten ze in Bunschoten poetsen. Maar we zien toch dat er de afgelopen jaren hebben we al heel veel mensen op de computerles gekregen op maandagmorgen. En dat is eigenlijk, het begint bij een jaar of misschien wel 50 tot zelfs een mevrouw van 92 die nog op computerles ging. Dus dat is hartstikke leuk. Daarnaast zitten we als voortzetting van het internetcafé in de haven, zitten we vanaf... afgelopen week, elke week in de bibliotheek. Op woensdagmorgen van 10 tot 11:30. En dan hebben we spreekuren voor alles wat met computers, internet, smartphone of tablets te maken heeft. Je kunt geen vraag bedenken die we nog niet hebben gehad. Dus kom gewoon eens langs als je een vraag hebt over je computer.
Ja, want ook daarmee gaat een wereld voor je open als je er lekker mee bekend bent. Exact. Ja. En vaak is het, je moet het willen, hè, en iemand die het wil. Ik zie wel eens dat mensen zeggen van ja, weet je, het begint klein met gewoon eens een fotootje ontvangen via WhatsApp. Of toch eens een keer te kijken in internetbankieren. Soms voor sommigen heel erg eng. Maar als ze er eenmaal mee bezig zijn en met een beetje hulp, gaat er een wereld voor je open. Woensdagmorgen van 10 tot 11:30 kan iedereen over de drempel, letterlijk en figuurlijk. Dankjewel, Walter. Graag gedaan. Dit was Spakenburg Nu. We zijn er woensdag weer met een nieuwe aflevering. De dagen daarvoor zijn als volgt geprogrammeerd. Zondag, te beginnen om middernacht, 6 keer los op zondag. Maandag uit de oude doos. Dinsdag weer een vrije item. Nog een heel fijn weekend.